Welkom, beste kijkers, bij dit interview met voetbalcommentator Filip Joos. Beste Filip Joos, wat fijn dat u erbij bent. Hoe begon uw carrière als voetbalcommentator? Oei, hoe begon dat? Ik hing rond op de VRT, ik werkte daar. Maakte heel veel stukken voor het journaal. En het EK 2004 kwam eraan en er werd besloten om me naar, en nu mag ik niet liegen, Celta de Vigo Arsenal te sturen voor de samenvatting van de Champions League. En er werden 3 goals uit hoekschop gemaakt. En ik denk dat ik er maar bij 1 juist zat wie onmiddellijk binnenkomt. Omdat ik dacht dat je dat echt dan meteen moest zeggen. En ik was ook gewoon niet goed genoeg aan het opletten, denk ik. Dus dat was even een wake-up call. Maar dat EK is wel gelukt en was wel fijn. Wat is het leukste aan de job? Oh. Het leukste is voetbal zien. Hè? Ja, als dat niet het leukste zou zijn, dan moet je het niet doen. En het feit dat je met taal kan bezig zijn, dat je... Goh, als je het hoogdravend zou uitleggen, is het alsof je... Kan je het vergelijken, denk ik, met een vliegtuigreis als piloot. Maar dan niet op automatische. Het is echt zo in een klein vliegtuigje en je stijgt op en je moet dat aan de grond zetten. En soms gaat dat beter dan anders. Soms is er turbulentie, maar toch... Je neemt mensen mee op een trip in een wedstrijd. En dat is niet het moeilijkste beroep ter wereld, allerminst. Maar je kan er wel veel van jezelf in kwijt, eigenlijk. Ik geloof niet in mensen die anderen imiteren, die bestaan. Maar dat is bijna altijd gedoemd tot het mislukken. Wie niet zichzelf is achter die microfoon, die valt uiteindelijk door de mand. Nu, wie was Filip Joos in zijn jeugdjaren? Ik was dezelfde. Ik ben schrikbarend weinig veranderd, vrees ik. Ik voetbalde dood graag. Ik deed dat zoveel als ik kon. En ik studeerde vrij goed. Met af en toe de nadruk op vrij, want ik zat in een richting die niet echt helemaal mijn ding was. Maar dan ben ik dan doorgesparteld en zwart. En voor het overige... Vrij groot monniken bestaan. In de zin van, ik ging nooit uit. Dat interesseerde mij allemaal niet. Ik moest daar niks voor laten. Dus dat soort dingen, nee. Ik keek liever naar Rode Ster Belgrado tegen Dynamo Dresden dan dat ik naar een klas 5 of zo. Dat deed ik niet graag. Maar voor het overige, ja, wie was ik? Dezelfde mens dan nu, echt waar. Dat denk ik wel. Ja, het lijkt een beetje op mij, hoe ik nu mijn jeugd beleef. We hebben iets gemeen, we drinken allebei geen alcohol. Hè? Maar bij u is het door de lockdown? Of, sowieso. Ja, maar we drinken allebei ook geen alcohol. Dus ja, nee. Dat is ook... Voilà, kijk. Voilà, kijk eens. Kijk. Nee. Ja. Hoe bereidt u zich voor op een wedstrijd? Door... Ik bereid mij... Laat ons zeggen dat er een verschil is. Hè. Als je naar een EK trekt, dan kom je zoveel onbekende spelers tegen. Ik ben nu Turkije aan het voorbereiden. Ja, dat is echt wel... Ik vind dat zeer leuk, omdat dat jongens zijn die je nog niet zo goed kent. Hè. Ik heb gisteren Italië, de dag daarvoor Engeland gedaan. Ja, die ken je. Dat is eigenlijk nog maar eens even opfrissen wat je daar al van weet. En kunnen zeggen... Ja, hoeveel goals Harry Kane precies gemaakt heeft. Daar moet je ook mee opletten dat je dat niet voortdurend lost. Hè. Je moet er de juiste dingen uithalen. Bijvoorbeeld bij Harry Kane, wat daar tof aan is, hij is en topschutter en leider in assist dit seizoen in de Premier League. Waarvan ik dacht, dat is nog nooit gebeurd, maar dat blijkt dus wel zo te zijn. Hasselbank heeft hem dat voorgedaan. En Andy Cole heeft hem dat voorgedaan. En dat vind ik wel leuk, dat je dat kan zeggen, snap je? Dat je... Op een dood moment in de wedstrijd of zo, dat lijkt super uitzonderlijk. En dat is het ook, want het is zeer knap scoren in die beide klassementen. Zeker als je ziet dat Tottenham uiteindelijk zeer laag eindigt. Maar ja, dat soort dingen, dat is dan wel leuk. Maar bij die Turken bijvoorbeeld, daar ontdek ik echt spelers, namen. Kan je wel eens even nog eens wat beelden gaan opzoeken, dat je toch een idee hebt van...
van hoe die voor de dag zullen komen in die openingsmatch. Want iedereen denkt wel dat Italië over Turkije zal lopen, maar... Ze hebben nu ook Burak Yılmaz, die is toch goed bezig, hè? Ja, er zijn wel... Ja, oké. Okay. Maar niet alleen hij, want oké, okay, die kennen we nu intussen allemaal, dankzij Lille, dankzij Jonathan David, hè, omdat we dat extra gevolgd hebben, omdat dat toch spectaculair was, die titel. Maar er zijn nog jongens die... Ja, het zal geen walkover worden, denk ik, voor Italië. Gelukkig maar, hè, voor walkovers ben ik niet. Ik hou niet van walkovers in voetbal. Mm-hmm. Nu, wij komen ons ook eens regelmatig tegen op wedstrijden. Het valt mij op, je hebt altijd een iPad bij zich. Helpt dat? Ja, dat is mijn toegang tot internet. Hè. Dus ja, daar lees ik dingen op, daar zoek ik dingen in op. Ja. Maar dat is waar andere mensen een computer hebben. Nee, dat heb ik niet. Nee. Maar je kan iPad zonder sociale media. Hè. Dat bestaat. Perfect. Hè. Ja, dat bestaat. Dan gaat dat zelfs sneller, denk ik. Nee, ja, ik heb een iPad mee, omdat dat handzaam is. Dat is heel makkelijk. Ik neem ook naar het EK een iPad mee. Ik heb geen laptop of computer meer. Ik heb alles op iPad staan. En ik schrijf mijn columns op iPad, waar mensen heel raar naar kijken. En zonder klavier. Hè. Dus echt zo met de vinger, zo tik, tik, tik. Maar dat is een gewoonte. En dat lukt eigenlijk vrij goed. Dus ja, de iPad is inderdaad wel een trouwe metgezel. En ik was nogthans laat met er een te kopen. Maar, okay. Ja. Nu, kunt u zich nog uw eerste wedstrijd herinneren? En het gevoel wat u daarbij had? Wow. De eerste live wedstrijd, hè, want ik heb het nu over, ik heb die samenvatting. Ik denk dat in San Siro was, maar ik kan daar niet echt een datum op plakken. Of een tegenstander. Ik weet wel, ja, in dat EK heb ik onder andere Zweden-Bulgarije gedaan met een geweldige duikkopbal van... kijk, daar gaat het geheugen al. Larsson of Ibrahimovic. Want die speelden samen in de spits bij het Zweden. Het was 5-0 tegen Bulgarije. En dat was echt fantastisch. Dat was wauw. Maar het voordeel is, ik ga ook wel af en toe, als ik in een stad ben waar een wedstrijd is en ik kan de dag voordien een andere match meepikken, dan ga ik gewoon kijken. En dan zit je alleen in het stadion en dat is raar. Want dan kijk je om je heen. Hè. Ik ben zo naar het afscheid van Totti geweest in Rome en daar zit iedereen steun te zoeken bij elkaar en te huilen. En iedereen had elkaar daar vast. En ik zit daar helemaal alleen. En dat is op zich raar. Mensen gaan zelden helemaal alleen naar het voetbal. Daar moet je eens op letten. Dat is heel vaak in groep of een koppel of twee vrienden. En als commentator ben je ook alleen eigenlijk. Hè? En dan vind ik dat fantastisch. Dan heb ik totaal geen raar gevoel. Maar dat komt ook door die koptelefoon, denk ik. Dat je sluit je toch op een bepaalde manier door die koptelefoon een beetje af. Hè? Je hoort ook minder wat er echt wordt gezegd rond je. Dat hoor je eigenlijk niet. En je zit in een soort capsule, ja, een soort bubbel op jezelf. Ja. En daarmee dat ik het ook... Dat is het cockpitgevoel, denk ik. Daarmee dat ik het ook met dat vliegtuig een beetje vergelijk, zo'n wedstrijd becommentariëren. En dus ja, gevoel... Dat is absoluut geen almachtig gevoel, hè, van ik ga het hier nu eens zeggen. Hè. Ik zit in elke wedstrijd met het volle besef dat je een accessoire bent. Hè. Die 22 spelers zijn oneindig veel belangrijker dan de mens die dingen in een microfoon zegt. Maar je kan wel een mooie en wezenlijke bijdrage leveren aan een wedstrijd. Dat wel. Je kan ook soms dankbaar zijn. Echt, hè. Soms leg ik mijn micro neer en denk ik... Wauw, ik had het nog met Leicester tegen Tottenham 2-4. Laatste match in de Premier League. Wow, daar zat heel veel in. Ja. Dat was echt superleuk om te doen. En zo zullen er op het EK-matchen zijn. Soms ben je helemaal leeg. Ik heb ooit Ghana, Uruguay gedaan in Zuid-Afrika, kwartfinale met Hensbal Suarez en dan de penalty-mister van Guillaume. En ja, dan was ik nadien nog een verlenging straf. Ik was echt kapot. Ik was even mee Afrika op dat moment. Zo, ja, dat is een wedstrijd die mij enorm raakte. Ja, naast mij zat een... onze chauffeur, hè, de man die ons in Johannesburg overal rondreed.
De VRC had daarvoor geopteerd omdat het handig was om mensen die de stad goed kenden, om uit een soort veiligheidsoverwegingen en zo. En ik was de dag daarvoor naar Soweto geweest met hem, op bezoek bij zijn mama. En ja, dat had een enorme indruk op me gemaakt. Ja, niet zozeer van hier woont bisschop Desmond Tutu, maar gewoon heel dat Soweto en de vibe die daar hing. En ja, de volgende dag verliest Ghana eigenlijk door een truc van de voor van Suarez. En ik weet, ik legde mijn koptelefoon aan en ik was hem vergeten, want ik was zo op die match gefocust en die strafschoppenreeks en Abreu met de stiftpenalty zorgt voor de overwinning voor Uruguay. En hij zegt naast mij, ik kijk en ik schrik bijna dat hij zegt, kijk naar mij en zegt, that's Africa. En ik snapte zo goed wat hij bedoelde, weet je, zo van, we zijn weer geflikt door een of andere vreemde mogendheid en ja, dat was meer dan een voetbalwedstrijd. Natuurlijk, zo zijn ze niet allemaal. Hè. Bedoel, dat heb je niet bij een gewone wedstrijd in de Belgische competitie, maar ook die kunnen fijn zijn. Zo'n finale van het WK bijvoorbeeld, 2018, dat is ook mooi om mee te maken, denk ik toch? Ja, dat is mooi, maar dat is niet de wedstrijd. Nee. Oké, dat was een WK-finale, maar dat was absoluut niet de beste wedstrijd van dat WK dat ik gedaan heb. Absoluut niet. Dus ik zat een vliegen met me, sorry. Nee. Nee, dus daar herinner ik me niet echt heel veel van. Daar herinner ik me wel van dat ik nadien, terwijl iedereen op een taxi stond te wachten en het pijpensteen aan het regenen was, besloten had om te voet terug te keren door Moskou naar het hotel. En dat was 7 kilometer wandelen. En ik ben dolgelukkig dat ik dat gedaan heb. Want dat was mijn afscheid aan Rusland, aan het WK. En ik heb een fantastische tijd gehad in Rusland. Dat was echt een supergoed georganiseerd toernooi. En waarmee ik Poetin niet wil eren, hè. Maar dat was ja, de mensen, zeer vriendelijke mensen ontmoet. En echt waar, Rusland vond ik eigenlijk fijner dan Brazilië. Qua beleving, dus voor mij persoonlijk. Hè. Ik vond Rusland echt, echt top ook. Het kon niet tippen aan Zuid-Afrika. Dat was echt... Dat was helemaal top qua WK. Maar... Dat herinner ik me daar meer van dan... Ja, ik weet, Frankrijk kreeg in mijn ogen een strafschop die er absoluut geen was. Want als je daarvoor hands en penalty, maar zo wat... En die wedstrijd werd meteen in een plooi gelegd daardoor. Maar ja, de finale, ja... Als ik ooit 80 ben en ik zal mij nog wedstrijden herinneren, zal het niet die zijn. Maar als mensen denken, oh, die heeft een WK-finale gedaan. Ja, ik heb een WK-finale gedaan. Ja, maar dat is die... Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Nee. Nu, ik heb ook een vraag gekregen van een van uw collega's. Misschien dat u gaat kunnen weten wie het was. Maar ik kreeg de vraag die ik zeker aan u moest stellen. Wat vond u van het feit dat Jean-Marie Pfaff aanwezig was in de afspraak naar aanleiding van het overlijden van Diego Maradona? Oh. Hij heeft er tegen gespeeld, hè? Dus nee, ik weet totaal niet wie. Ja. Vraag kwam van Bart Schulz. Ah. En die, okay, ja. Die... ja, nee, ja. Ik... Nee. Als je het mij vraagt, had daar Frank Raas moeten zitten. Ja. Kan u misschien verduidelijken waarom daar Frank Raas moet zitten? Want hij vertelde ook omdat van... Frank Raas verder komt dan ik heb er tegen gespeeld. Maar Bart weet dat. Ik heb daarmee maar als bevriende collega's. Hè, ja, tuurlijk. Vind ik, Frank heeft van Maradona alles gezien. Heeft trainingen meegemaakt. Oké, Faf is erdoor geklopt. Dat is inderdaad bij wijze van spreken onklopbaar. Hè. Het feit dat Maradona heeft niet gescoord tegen Frank. Maar als je het fenomeen Frank wil duiden, wat voor mij de afspraak is, namelijk een duidingsprogramma, dat mensen inzicht wil verschaffen, dan ben ik er niet 99, maar 100% zeker van dat eigenlijk een foute keuze was. Maar oké. En dat is niks tegen Jean-Marie, hè, want dat is dan te gemakkelijk zeggen, oh Jean-Marie, nee, dat bedoel ik niet. Nee. Want was dat iemand anders geweest die er ook maar gewoon één keer naast had gelopen? Ja, oké, dat weten we, dat zie je op beeld. Maar het is mooi dat iedereen een beetje zijn eigen inbreng wil hebben, zijn eigen visie op iets. Dat is ook niet erg. Ja, maar dat mag, hè. Dat mag. Maar Frank kan dat historisch duiden. Enfin, we hebben dat dan ruimschoots goed gemaakt in een podcast van Mit.
En dat is dan... Ja, dat was zeer leuk om te doen, omdat je dan merkt dat voor een hele generatie Maradona is wat voor mij Pelé is. Hè. Ik bedoel, nog anders, want van Maradona zijn meer beelden te vinden. Maar van Pelé bijvoorbeeld heb ik veel te weinig echt gezien en ook te weinig schade kunnen inhalen om die echt te kunnen plaatsen. Dus daarom, ja. Maar u bij mij clashte het concept duiding met Frank niet uitnodigen. Dat was het. Oké, maar u bent ook wel veel bezig met Italië en zo, het voetbal en zo. Hoe komt dat? Hoe is die liefde ontstaan? Ja, ik was jong in de periode dat Italië de competitie was. De Premier League van nu. Dat is het enige, maar ik... Doet Lukaku daar misschien nu iets aan? Kan dat zijn dat hij ervoor zorgt dat die competitie nu... Nee, dat kan je als speler niet bewerkstelligen. Wel dat wij er weer meer in geïnteresseerd zijn, dat wel. Maar je kan als speler niet op je eentje... Een, absoluut niet. En misschien kan... Als Messi op zijn 28e was gegaan, wie weet. Als hij dan naar Inter was getrokken, dat had gekund. Maar dat kan je van Lukaku niet verwachten. Dat is onmogelijk. Ja. Maar dat wil... Allee, het feit dat ik de taal spreek, dat ik die... Want ik heb het gestudeerd, eigenlijk omwille van dat voetbal. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ik kritiekloos... Dat is heel raar. Mensen denken, oh, je bent Italië. Enfin, ik denk dat er niemand de voorbije... Iets moet toch kunnen dat je een goed gevoel hebt bij een competitie of bij een band. Dat kan toch? Ja, maar ik vind de competitie intussen al lang niet meer zo goed. Ik vind dat een fijn land. Ik ben daar graag. Maar de competitie... Ik bedoel, als je mij vraagt, doe je Premier League of doe je Serie A, dan weet ik wel wat kiezen. En al lang. Dus, allee, dat is een verschil. Hè. Dus, ik hou van de sfeer in Italië, ik hou van de mensen, ik hou, allee, een aantal. Maar, ja, ik dweep daar absoluut niet mee. Nee. Absoluut niet. Alleen, soms neem ik eens een moment uit Italië in extra time mee, omdat het niet al platgeslagen is, weet je. Als Berardi van Sassuolo 4 goals maakt tegen Milan. Ja, en dat is iemand die weigert naar Juventus te gaan. Ja, dat vind ik wel een tof verhaal. En dat is een verhaal dat veel mensen hier niet kennen. Dat is dan, wat mij betreft, leuker dan Harry Kane, die op dat moment zijn 5e hat-trick maakt. Maar meer is het ook niet. Mm-hmm. Nu... Dat is trouwens lang geleden van Berardi, maar dat is wat... Ja. Nu, mijn laatste vraag voor u, Philippe. Wat zijn uw tips voor jonge journalisten met ambitie? Wel, geen ambitie hebben. Dat is een goeie. Nee, oh, jongen. Nee, dat wordt mij vaak gevraagd. Hè, maar ik heb echt... Ja. Ik zou zeggen, probeer uw talent te ontdekken. Maar dat kan je tegen iedereen zeggen. Niet alleen tegen jonge journalisten. En probeer ergens binnen te geraken, maar dat is niet makkelijk. En als het lukt, werk hard en zie wel waar je komt, maar ja, wees collegiaal ook. Ja. En ja, het is een fantastische job, hè, maar tegelijk is het... Moet je wel beseffen dat je geen weekends hebt, dat je geen... Ik klaag daar niet om, want ik vind het weekend een overroepen concept. En je hebt dan geweldige dinsdagen bijvoorbeeld, maar daar moet je tegen kunnen. Ja. Dat is wel een feit. Maar voor het overige... Is het ook niet een vorm van topsport? Nee. Nee, oké. Okay. Want dat wordt wel eens gezegd, hè. Het is ook een soort van topsport. Je moet er vaak mee bezig zijn. Ja, je bent ermee bezig. Je bent dat. Je bent dat niet van 9 tot 6. Nee. Weet je, je bent dat. Ik voel dat eigenlijk het meest niet aan commentaar geven. Want oké, dat is... Commentaar geven wil zeggen, een wedstrijd begint om 9 uur. Je bent om ten laatste 7:30 in het stadion. Je zit ten laatste om 8:30 klaar achter je microfoon. En als de scheidsrechter afluit, heb je gedaan. Weet je, dat is eigenlijk heel duidelijk en... Maar als ik aan mijn columns denk, die ik voor de Standaard schrijf, ja, dat is, dat,
Dat ventiel staat nooit af. Allee, dat nooit dicht, moet ik zeggen, als ik ventiel gebruik. Mijn beeldspraak moet juist zijn. Dat stopt niet. Dat is iets wat voortdurend in je hoofd zit. Ja, ik moet nog een onderwerp hebben, of ik heb een onderwerp, hoe kan ik beginnen? En dan, ja, uiteindelijk begin je daar dan aan. En voor je het weet, is het 1:30 s'nachts. En denk je, oh shit man, ik moet ook nog slapen, want morgen moeten de kinderen of zo. Allee, dat... Ja, dus in die zin klopt dat wel, maar tegelijk moeten we ook niet overdrijven. Ik zou de journalisten niet te eten en zeker niet te drinken willen geven die er niet echt meteen een gezonde levensstijl op nahouden. Dus qua topsport niet overdrijven, denk ik. Super, oké. Filip Joos, heel erg bedankt voor dit interview en ik graag wens je gedaan. Het allerbeste in alles wat u doet. Oké, Sander, bedankt. Voilà.